Goedemiddag allemaal, welkom bij deze gloednieuwe vlog. Het is nu net 12:30, het is nu 8 september 2018, kijk maar, het is 12:30. Ja, ik zou zeggen heel veel kijkplezier gewenst. Zo, is dit niet een mooie auto? Ja toch, een hele mooie auto. Toch? Ja. Waarom is het een mooie auto? Mooi zwart. Ja, maar waarom? En dat is toch een lijken auto? Het lijkt ergens op, ja. Waarop? Een Land Rover. Nee, een mooie Jeep, mensen. Dat is dus onze. Deze? Dat is dus onze trouwauto. Ja. Blijf het zeggen, omdat ik het leuk vind. Ja. En dan ga ik met deze kwabbelnoot weer mee. Gezellig. Gezellig. Alleen maar voor de gezelligheid hoor, ik ga niks doen. Mag ook niet. Ik ga heel... Nee, hè? Mag ook niet van mij. Mag dat niet van jou? Nee, mag niks doen. Maar ik mag niks doen. Maar misschien doe ik het wel. Wie zou het zeggen? Weet u het? Nee, ik moet niet inzoomen, ik moet uitzoomen. Kijk. Dus, weten jullie het? Ga ik hem helpen of niet? Nee, mag niet. Mag niet helpen. Mannenwerk. Mannen moeten het werk doen. Niet vrouwen. Ja, en toen was ik weer Roderick aan het helpen. Ja, ik wel. Vind ik leuk. Nee, en nog steeds. Kijk, het is een beetje donker hier. Maar oké. Mag de pret niet drukken. Zo. Zo. Met de Broderick aan de telefoon, wie anders? Nee, nee, nee. Ja, 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 ja. Jij gaat nu oversteken, dat is mooi. Ja, dat zeg ik. En nou ben ik dus Ro lekker aan het helpen. Ja. Ik wil het anders hebben. Ja. Zo. Zo, het is ook zo lekker weer hè, vandaag. Het is mooi zaterdag. Dat zeg ik, het is onwijs lekker weer. Ja. En ik zal vanavond even jullie nog wat laten zien. Dat had ik ook al nog beloofd. Alleen het komt er momenteel niet van omdat we het gewoon druk hebben. Druk, 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 druk. Dat is niet mijn leukje wel hoor. Gewoon grappig. Zeg maar. En nou kan ik er ook nog helpen. Dus dan doe ik dat ook. Ja. Dat zeg ik. Nu kan ik er ook nog even lekker helpen. Dus dat gaan we ook nog lekker doen ook. Volg op en op, YouTube. Dus, Dus ja, ik vlog dagelijks. Ik met mijn man. Dus aanstaande man. Oh, ja, dus er gaat binnenkort een feestje. Een feestje dus. In december. Oh, in december trouwen, oh, dat is een mooie feestmaand. Ja, ja, ja. 11 december. Oh, dat is een mooie datum. Ja, om 10 uur op 11/12/2018. Zo. Dit jaar nog. Ja. Maar je hebt het niet op bepaalde data doen, hè? Huh? Je hebt bepaalde data, dus 222. Ja, dat, en dat zou kunnen, maar dat doen we dus niet, nee. Nee. Het is een makkelijk onthouden, hè, zo. Ja, precies. Nou, scheelt weer. Nou, ik zou zeggen, veel plezier, hè. Dank u wel. Nou ja, daar is ik al. En u kan mij volgen op YouTube, dus... Oké. Karin met de C van der Werf. Oh, van der Werf. Nou, oké. Veel succes. Dank u wel.
Nou, die mevrouw die vond het dus niet erg om dus op en op YouTube te komen. Dat is mooi. Scheelt weer. Nee, ja niet, hè? Dat dacht ik al. Doe ik het nog steeds goed? Ja, dan doe ik het nog steeds goed hoor. Ik wel. En ja, ja, die hebben we wel. Nee, nee. En dan geen plaatjes hebben we ook. Alleen ja, ja. Nee, eigenlijk niet, hè. Zo. Nee, precies, inderdaad. Dat zeg ik. En ik neem jullie weer gewoon gezellig mee. Een stukje. Ik lekker wel. Zo. Als blikken kennen dood had ik nu al neergelegen, mensen. Ja. Had ik al neergelegen. Oh, even kijken. Ja, ik ga goed. Ik wil zeggen, ik ga fout. Maar nee, ik ga nog steeds goed. Ik ga nog steeds goed, goed, goed. Oh, la, let je even op. Yo. Joepie. Nee, mevrouw, ik wil niet op de vlog. Nee, is goed hoor. Echt, hè? Zo. Waar loopt gij? Gij ei? Nee, ik loop aan de achterkant. Ja, toen liet ik een elastiekje vallen, dat is handig. Zo. Focus. Zijn wij bij de Jumbo geweest, dat zei hij, boodschappen gedaan. Aanbieding. Voor een euro. Per stuk. Dat is mooi, in plaats van 3 euro. Spaart je 2 euro. Lekker kaas. Dit is. Lekker kaas. Tweemaal. Tweemaal. En ook tweemaal. Ook lekker jongelé. En dit. Even kijken. Mediterrane olijfolie. 3 keer peper. Een beetje pepersmaak. Erg lekker.
En wat is dit? Het is mesklun. Veldsla, spinazie, red kart en Lollo Rosso. Ook lekker. En voor na 8 uur. Solo. Ook lekker. Yummy. En jij bent heel efficiënt aan het inpakken, zo te zien. Vaak wel, ja. Ik kan nog meer zijn. Altijd. Op een of andere manier. Straks weer lekker naar huis. Hondjes doen. Nou ja, deze nootjes. Die. Happy Nuts. Kun je maar hier krijgen. Dat is de milde variant overigens. We hebben geprobeerd bij twee andere supermarkten. Een Hoogvliet en een Albert Heijn. Identiek oranje zakje. Maar die waren vies. Op een of andere manier. Dus jij vond ze vies. Ja, ik wel. Ik vond ze kruidig. Maar dit zijn nog wel de lekkerste, volgens mij. Je bent al hier helemaal ingeladen. Doe maar. Dank je wel. Ja, jij wel. Oké, prima. Nou, thuis aangekomen. Rodi gaat even afwassen. Heel even. Ja, allemaal flesjes. En ik ga zo meteen, als hij wat schoon heeft gemaakt, deze lekker even bakkelen. Ja, met misschien een lekker broodje en dan misschien even een eitje erbij. Lekker. Ja. Dus daar wacht ik even nog even lekker op. Hé, meid. Wat is een afwasmiddel? Of het moet hierin staan en anders daarin. Zo niet en dan heb ik het beneden. Of hierin staan. Moet je even kijken of ik nog ergens afwasmiddel heb. Volgens mij niet. Dus dan doe je die dicht. Ga je die open doen. Dan de onderste. Juist. Even kijken of ik daar nog afwasmiddel in heb. Nee, dan heb ik hem dus nog beneden. Nee, dat is window cleaning. Dan moet je eventjes in de schuur wezen. Dat is goed. Dan neem je even de mensen even mee naar de schuur. Gezellig. Neem eens even mee. Ik moet even sleutels zien te vinden. Nou, en? Ja, dus. En dan pak je mijn sleutels. Ja, kan ook. Nou, alsjeblieft. Dus. Ga jij even lekker filmen. Ja, dat is goed. Het licht in. Nou, oppel. Ja. Ga. Ja. Naar de schuur dan. Ja, even weg dan. Nee, nooit. Schuur, heb het in. Lopen. Nee. Neem ik dit wel mee. Ondertussen voor de weg. Lekker. Meer een beetje? Nee. Oké, dacht ik al. Schuur. Ja. Oh, de duisternis hier. Duisternis. Van alles. Waar
Waar zou het afwasmiddel verstopt zijn? Zoek en gij zult vinden. Het zal hier kunnen zijn. Ultra. Deze. Ultra. Gevonden. Mooi. Dit wil stop. Metels terug. Tasje mee. Heb ik erop. Ja. En dan binnenkort. De sleutels er ook natuurlijk. Kom niet binnen. Push, get it all up. Hey, push. Hey, push. And I'll push. And you'll be here. Hi. Hi. What have you now in mind? Oh, jouw mijn sleutels. Tasje. Zo, hier. Alles wordt eventjes bedropen met afwasmiddel. Altijd. Ik zeg gewoon even hier niet. Denk je daar. Ja, maar dan moet je het wel het schermpje nog even omhoog knallen. Ja, maar dat is niet zo'n heel fijn plekje daar hoor. Want hier doe ik wel altijd. Nee. Kun je beter hier neerzetten. In de vensterbank. Ja, geschreven. Ja, en jij moet nog wennen aan dat ding. Ja. Ja, dat is leuk. Ja, ben je goed in beeld? Ja, jij ook. Spreek je meer. Heb je pech?
En hebben we deze gedaan. Dat is één. Deze, dat zijn hele mooie vlaggetjes. Die hebben we bij de... Car Windows vlag. Vlag. En niet zo snel, schat. Even kijken wat we nog meer hebben. Ja, gewoon alles. Zorg voor paard. Deze, ja, zometeen, ho ho. Deze hebben we dus bij, deze hebben we dus ook gehaald. Dat is dus een vlag. Die je dus bij je auto kan doen. Ja. Vlaggetjes. Weer ook weer bij de Action. Ja. Allemaal okay. Vlaggetjes. Okay. Een paar passeren. En wat kleuren. Ja, allemaal mooie kleurtjes. Een stuk of wat. Ja. En de theelichtjes. Ja, en welke bij de Action vandaan? Ja, waar heb je die nou voor nodig? Nou. Moeilijk. Roderick die vond het ook niet moeilijk. Scheelt weer. Zo. Dan heb ik hier dus een houvast. Want hier heb ik dus een snijmat. Die gaat Roderick straks gebruiken. Maar zo groot ga ik hem niet maken. Nee. Ik ga, want net zoals wat jullie dus zien. Hier begint hij. Hier eindigt hij. Dus heel groot. Ik ga hem hier knippen. Ja, hier begint hij. Hier ga ik hem knippen, want anders wordt hij wel heel groot. Zo. Dat zijn er vier. Pak ik deze, wat ik al heb, pak ik gewoon weer op. Ga ik deze eventjes uitrollen, eigenlijk uitschudden. Moet je het wel doen wat ik wil. Lijkt me handig. Ja, dat heeft hij dus nu gedaan. Dat is mooi. Zo. En 4 is 8. Dan ga ik hem even draaien, zodat ik weet waar ik ben. Hoeft niet per se. Nou, en dan nu gaan we dus een accordeon maken. Het is maar net, wat vind je prettig om te werken? Hoe jullie dat hebben gedaan? Je kan het op 2 manieren doen. Ik laat het even zo meteen zien. Hoe je dat dus kan gaan doen. Dat is dus zo, op deze manier. Zo. Maar je kan het ook dus op deze manier doen. Zo. En dan draai je hem om. En dan draai je hem weer om. Dus je kan het op heel veel manieren doen. Nou, en ik doe het lekker even op deze manier. Zoals wat ik even mijn mannetje heb geleerd. Hij is wel heel dik, maar dat maakt helemaal niet uit. Dan pakken we hier de ijzerdraad erbij.
Mag wel lekker lang. Knip we af. Kan gewoon met een normaal zaadje, als je dus een dunne hebt. Dat zeg ik. Deze pompon, die wordt lekker groot. Ja, die wordt erg groot. Maar dat maakt helemaal niet uit. Nou ja, groot. Ja, groot. En dan druk je erop. Nou, je kan het, als je dus een kleine hebt, doorheen knippen. Echt zo knippen. Maar dat gaat dus nu even wat moeilijker. Dus ik ga even ervoor kiezen om eventjes een snijmesje te pakken. Daar ga ik nu even voor kiezen. Pak ik even de snijmat erbij. Hoop ik dat het wil. Nou, dan probeer ik het nu toch weer een beetje met de schaar. Het wil niet altijd om mensen, nee. Zo. Hier heb ik dus nu al een haakje van gemaakt. Want hier komt dit dus aan te hangen. Nou, gaan we hem dus nu eigenlijk als een soort van draaien openstellen. Kijk. Niet heel erg netjes, maar oké, het maakt ook niet uit. Het geeft ook helemaal niet. Kijk. Zo kun je het ook doen, dat je dan zo gaat knippen. Maakt ook niet uit wat jij wil. Mooi. Kijk, dan pak ik eventjes het middenstuk. Kijk, en heb je dus een hele mooie pompon. En dan hang ik hem dus ook inderdaad gewoon weer met een ijzerdraadje op. Of je kan het ook gewoon met touw ophangen, ook helemaal niet erg. Goedenavond allemaal. Nee, ik zie er niet uit. Ik heb koppijn, maar dat maakt het ook helemaal niet uit. Nee, ik zie er niet uit, maar dat maakt niet uit. Hij is ook bezig. Hij schat. Wij willen jullie bedanken voor het kijken naar deze vlog. Vond je deze vlog nou leuk? Ik zou zeggen, gooi dan die blauwe duim omhoog. Abonneer even op ons kanaal. Laat even een leuke reactie achter. Krijg een reactie terug. En doe het belletje aan sowieso. En blijf ook op de hoogte. Dan zou ik zeggen, dankjewel. En tot morgen.